hoe gaat het dan? Dat, Ja? Ja, pas er allemaal op. Ja. Ook die lange. We doen het natuurlijk zo. Eén voor één. Ja. Ja, we moeten allebei denk ik. Ik sprak vanmiddag ook al iemand zo. Oh, ben je linkshandig? Ja, ja, de tweede die daar al. Ja, ik ben ook. Ja, hartstikke goed. Allebei links is dan wel gehoord zo. Ja. Ja, dat telt dubbel. Als Almelo Waterstad willen we heel graag het water terug in de stad. Hè. Hier bij het Huis van Katoen en nu waar we nu zijn, zitten we natuurlijk op dé plek om dat ook uit te beelden. Want het water is hier nu teruggekomen in de stad. Maar zo proberen we ook op tal van andere terreinen op het gebied van water met elkaar de samenwerking concreet vorm te geven. Nou, als ik nog een voorbeeld mag noemen. We hebben vorige week zaterdag de klimaatatlas met elkaar gepresenteerd. Dat zijn allerlei, als het ware, onderzoek is er gedaan. Van nou, wat gebeurt er nou met de stad op het moment dat er een hele harde, een hele extreme bui bijvoorbeeld naar beneden komt. Of als wij te maken hebben met hele stevige droogteperiodes. Hè? Als het zomers hartstikke lang erg droog is, dan doet dat ook wat met de stad. En ook wat met de grondwaterstanden bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal zaken die we in het kader van het een beetje ingewikkelde begrip, maar klimaatadaptatie, en met elkaar de komende tijd echt vorm moeten geven, samen aan moeten werken. Nou, en dan is zo'n agenda waar we gewoon met elkaar een aantal concrete zaken in afspreken. En ook hoe we dat dan met elkaar gaan doen. En ook netjes in de tijd plaatsen, want je kan niet alles tegelijk natuurlijk. Dan is dat heel erg handzaam om met elkaar zo verder te werken. Wat houdt die overeenkomst in? Ja, het is een samenwerkingsverband met de gemeente Almelo op gebied van allerlei wateropgaves die er zijn. In het belang van Almelo, maar ook in het belang van het waterschap. En we hadden al vele jaren een hele goede samenwerking. Maar het is altijd goed om bepaalde afspraken ook nog eens op papier te zetten. Ook gericht op de toekomst. We zullen als waterschap steeds meer samen moeten werken met gemeentes, met provincie, met andere overheden. Ja, om tot goede invulling te komen. Ook van de klimaatopgaves die we voor de toekomst hebben. Ja, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de medicijnrestenproblematiek. Hè, er komen heel veel medicijnresten in het oppervlaktewater. Ook voor de zuivering valt op dit moment haast niet te zuiveren. En voorkomen is vaak beter dan genezen. Dus we hebben elkaar afgesproken dat we de inwoners van Almelo echt ook meehelpen om te kijken hoe je bijvoorbeeld die medicijnen niet in je toilet kan gooien, maar gewoon bij Twente Milieu af kan leveren of bij je apotheek. Er gebeurt nog veel te veel en er komen echt heel veel kilo's per jaar in het water terecht. Wat leuk dat ik u even zie. Ja, dat is weer de Zijdse, hè. Ik heb jou met de intocht ook al gezien en nu weer. Ja, dat is gewoon superleuk om u weer even te zien. En ik hoor dat u heel erg druk bent deze week, klopt dat? Ja, we hebben vandaag nog het huis open tot 4:00. En dan moeten we naar Heracles voor de Herakids. En vanavond om 7:00 gaan we naar Heuse Friso voor de oudjes. Dus we komen bij jong en oud. Wat leuk. En ja, het is de hele week natuurlijk heel druk voor u, want u moet al die cadeautjes uitzoeken en zorgen dat die bij de goede kinderen komen. En lukt dat allemaal? Nou, als je het Sinterklaasjournaal hebt gevolgd, dan zie je dat het niet helemaal soepeltjes loopt met die hoofdpiet. Maar die heeft niet alles onder controle, maar het komt allemaal goed. Maar hier in Almelo gaat het toch wel heel goed? Ja, in Almelo gaat altijd alles goed, toch? Hey? Zeker weten. En dan kunnen al die kinderen, die kunnen gerust hun schoen zetten, hè? Ja. Dat zeg ik altijd tegen alle kinderen. Jullie mogen vanavond mooi jullie schoen zetten. Dag, maar volgend jaar zijn we vies en fruitig. Ga je ook een meid maken? Dus Lindsay, wat was jij net aan het doen daar bij die tafel? Aan het kleuren. Aan het kleuren. En wat heb jij gekleurd? Een poppetje. Een poppetje. En wordt dat een kleurplaat en die geef je straks aan Sinterklaas? Ja. Ja? Of wil je hem eigenlijk ook wel graag zelf houden? Ja. Ja, dat ook wel een beetje, hè? En je hebt ook al pepernoten gehad, zie ik. Ja. Zijn ze lekker? Ja. Heb je al je schoen gezet thuis? Ja.
Wat zat er in die schoen? Zakdoekjes, lippenbalsen en een lichtje. En een lichtje, ja, dan kan je heel goed zien als je rondkijkt, hè. En hoe vind je het verder hier in het Sinterklaashuis? Leuk. Wat houdt het Sinterklaashuis in? Kan je daar iets over zeggen? Nou, het Huis van Sinterklaas is 8 jaar geleden gestart om de kindjes hier op woensdagmiddag en zaterdag en zondag met Sinterklaas op de foto te kunnen. Ze kunnen hier spelletjes doen. We hebben in de weekends een Pietenband die de stad doorgaat. Dus zo proberen we het centrum een beetje leuk te maken. En de kinderen de gelegenheid te geven aan Sinterklaas te begroeten, hè? Want hij slaapt hier volgens mij ook. Ja, hij slaapt hier lekker 's nachts en de Pieten slapen hier achter nog. Dus we hebben volop ruimte en het bevalt ze heel goed deze keer hier. Ja, want jullie hebben weer een nieuwe locatie gevonden. Waar is het dit keer precies? Wat voor nummer is het hier in de Grote Straat? Het is de Grote Straat 60, naast de Specsavers, het voormalig pand van Game Mania. En de mensen weten het wel te vinden volgens mij. Ja, het is hier vorige week woensdag ook al redelijk druk geweest. Zaterdag en zondag was het heel erg druk. En ja, je ziet het nu, het is weer druk. Oh yeah, wij zijn te bijna. Te komen langs, s'nachts op de daken. In de sneeuw, in de kou, om schoenen vol te maken. Dus wees een beetje lief, we gaan je niet vergeten. Want we kijken... Dan ga ik over tot de stemming met betrekking tot de voorliggende agendapunt. Agendapunt 17. Raadsleden gestemd tegen de motie, hebben 25 raadsleden gestemd. Daarmee is de motie verworpen. Wat vindt u nu van de gang van zaken, zoals wat er vanavond gebeurde? Nou, ik ben er echt best wel van geschrokken. En ik begrijp niet dat waarom er geen hulp wordt gegeven aan onze mensen daar op de Molukken. Ik begrijp het helemaal niet. En als je onze geschiedenis kent, en ik wil helemaal geen politieke kwesties oproepen, dat wil ik echt niet. Maar als je naar ons kijkt, er is nooit rammeland met ons of wat dan ook. Wij vragen gewoon eenvoudig, simpel, vragen wij hulp voor onze mensen daar op de Molukken. Je kan gewoon zeg maar, ons niet zo in de steek laten. We hebben daar familie, hebben wij wonen. We hebben daar gewoon een nauw band met die mensen daar. Maar wij kunnen dat niet zelf dragen. Want het gaat niet alleen maar om de oude mensen die ziek zijn, die gedragen worden. Op de rug, naar de bergen, de kleine kinderen, babytjes die net zijn geboren. Die huizen kapot zijn gegaan. Het gaat niet alleen maar daarom. Het gaat ook weer om de opbouw van Ambon, van de Molukken. Maar dat kunnen wij niet. We hebben echt hulp nodig. We hebben... Een benefiet hebben we opgezet met een groepje. En dat is benefiet Beta Maluku. Dat is dan op 15 december houden we dat. Waar is dat? Dolle Pret in Almelo. Dat is die kinderparadijs. En we proberen zeg maar van alles op Facebook, Instagram maken we reclame. Ja, we willen toch zeg maar heel Almelo eigenlijk bij deze oproepen. Om ons te ondersteunen, om toch het geld bij elkaar te krijgen, om steun te geven. Er is sanitair voorziening nodig, er is voedsel nodig, medicijnen, van alles en nog wat. En kinderen die traumatische ervaring daar hebben opgedaan door, door de aardbeving, dat die huizen zijn ingestort. Er zijn ook kinderen, er zijn kleine kinderen, er zijn oudjes die ziek zijn. We hebben meegekregen dat er ook een aantal ziekenhuizen zijn ingestort, ja, toch? Klopt. Nou, we hebben echt iedereen nodig om ons te ondersteunen. We hebben echt geld nodig voor daar. Het gaat niet om ons hier, maar het gaat om onze mensen daar.
from Venezuela, and we do nothing easy. We always want to complicate things. And we want to do things last minute, and we're very spontaneous, and we live by the moment. And recently, I got a DNA test to find out what kind of person I am. Because everybody was, where are you from? And I'm like, are you from Brazil? Are you from India? Are you from Spain? Where are you from? And I was also curious. So I did the test, and it turns out that I'm 53% Central American. And that's Mayas, Aztecs, like that area in Central America. So that's the most part of my DNA. And then I'm 23% Celtic, like Florida. And I was like, I totally relate to that. And then I'm 11% Iberian from Portugal. I always wonder because my last name is Almao, which means German in Portuguese. So long story short, somehow these people made it all the way to Latin America and made it with some Indian girl. And then I'm the byproduct of that affair. Would you come to me? For it is my pain. And if you need me, I would come to you. I would swim the seas for ease your pain. Your mind is powerful, so think good thoughts.